ik mag dan even een korte recensie geven op deze spiegels. Een korte weerspiegeling dus. Het begon met Lady Di, een verhaal dat door Van der Meijden is gepubliceerd. En hij voelt zich er prinsheerlijk bij, moet ik zeggen. Ofwel de koning te rijk. Dan gingen we verder met een topsport en seks. Dat was een behoorlijk intrigerend verhaal. Met toch een deeltijdbinaire impressie achterlatend op de deeltijdkijker. Snel over naar, althans, wie daar ook deel van uitmaakte was Willy van der Kerkhof. Die stond in de file. Monsieur Frans Derks was aanwezig. En had een prachtige Israëlische gedachte van shalom. Dank u voor deze reactie. En daar krijgen we Voeding van de Straat, het vreedzame verhaal van François Vagel. Die het had over drie gevonden haringen. En daar een heel prachtig verhaal aan vastknoopte. Drugsbaby's, ik moet het binnen één minuut rondkrijgen. Drugsbaby's die al gedoopt zijn voordat ze geboren worden. Dat is natuurlijk heel triest. En ik zou de dealers willen bestempelen als het leger des onheils. En wat onze Jean-Pierre betreft, de man die wel mocht roken in deze studio, terwijl wij allemaal zitten te tandhakken. Laten we maar gewoon vaststellen, deze man had een long weekend. Goed. Ja, hij had ook de derde naam was Adolf, dus dat zit wel snor. En dan moet ik er zo een eind aan gaan breien. Ik krijg van de regisseur nog geen seintje, maar volgende week zijn de spiegels er weer. En laten we met Oranje het gevoel weerspiegelen van, laten we kampioen proberen te worden. Dank u wel en een prettig weekend. Dag kijkers.